Goedemorgen, welkom bij dinsdag 20 december. En ik heb echt weer, hi, goedemorgen Trappy. Een moment van dankbaarheid, omdat ik de afgelopen dagen, en vanochtend werd ik ook weer wakker met twee berichtjes, hey Jin, zoveel uitnodigingen heb gehad voor kerst en oud en nieuw, om dat bij mensen te komen vieren. En ze zeggen er niet bij, want we weten dat je misschien niemand hebt om het mee te vieren. Want dat is dus ook niet zo. Maar mensen denken gewoon aan mij. Die denken gewoon, ah, Sophie, die heeft geen vriend. Nou, weet ik niet. Misschien denken ze dat wel helemaal niet. Misschien denken ze wel, nou, het zou leuk zijn om Sophie erbij te hebben. En dat vind ik zo lief. Vind ik echt, ja, ik heb echt een mooie groep mensen om me heen verzameld die mij dierbaar is. Vind ik echt leuk. Al heb ik gewoon plannen. Maar wel ook met leuke mensen. Maar ik zou me bijna schuldig voelen dat ik mezelf niet in stukjes kan hakken om bij iedereen langs te gaan. Ik moet ook gewoon werken waar ik ook zelf voor gekozen heb natuurlijk. Maar dat vind ik ook heel leuk. Ik heb ook tegen iedereen gezegd, kom alsjeblieft gewoon bij mij even nog een drankje drinken dan. Weet je, het is toch kerst. Oké, ik heb in mijn trui geslapen. En dat ging eigenlijk heel goed. Ik dacht toen ik ging slapen van, oh, misschien krijg ik het dan halverwege de nacht wel warm. Maar ik had nog gewoon een hemdje aan. Dus ik dacht, ik kan hem altijd nog uittrekken. Maar nee, ik had het niet warm. Nee hoor, ik had het gewoon nodig. Haha, jongens. Hallo, waar is Tijger? Oh, daar. Die komt meestal ook wel even knuffelen. Ik ga ook gewoon een lekkere trui aantrekken. Hoe koud is het? Het is 10 graden. Oh, het is helemaal niet koud. Het is helemaal niet koud, Jin. Lange mouwen zijn ook genoeg, eigenlijk. Misschien die turtleneck die ik gekocht had bij de kringloop. Nou ja, even kijken. Het is toch heel iets anders geworden. Het is deze broek geworden. Die heb ik op Vinted gekocht. Die heb ik al wel een keer aangehad, maar niet zo'n tijdje geleden. Deze broeken van Lovies Love Them gewoon. En vaak kun je ze echt voor 5 euro kun je ze wel scoren. En deze is van Terstal. En het is toch lekker. Het is een soort van, door de kleuren wordt het een happy outfit. Maar hij is wel warm genoeg. Dus ik word er wel blij van. Dus deze broek zit alweer zo anders als toen ik hem toen ik hem had gekocht. Het is niet normaal hoe snel dat toch gaat. Maar hij zit wel nog steeds mooi. En het is alleen in mijn middel. Dus ik word er echt... Ik kan de print niet zo goed zien. Ja, zo kun je het beter zien. Het is echt een heel leuk printje. Ik merkte dus dat ik het witte al een beetje zat was. En dat ik het toch wel graag rood wilde maken. Dus ik heb heel snel het wit eraf gehaald en rood erop gedaan. Ik heb ze verder niet aangevuld. Geen bio-op. Gewoon een rood kleurtje. Ik weet niet. Hoort toch wel een beetje bij de kerst. En ik vond het witte wel heel leuk. Maar het was een soort van... Te wit bijna. Nou ja, ik weet niet. Terwijl ik er ook wel echt veel complimenten over heb gehad. Op het werk van collega's en ook gewoon van gasten. Maar ik weet niet. Het voelt goed. Ik ben blij dat ik het gedaan heb. Even denken. Het is zulk klote weer. Wordt beter. Want ik wilde dus eigenlijk nog naar de H&M voor dat jurkje. En om dat ding terug te brengen. Wat zegt... Ik kan met de auto gaan. Maar aan de andere kant, als ik dan moet parkeren en naar de H&M moet lopen, loop ik alsnog door de regen. Dus dat lost niet zoveel op. Ik kan beter gewoon gaan lopen. Ik wil het wel gedaan hebben. Want hoe langer ik wacht, hoe groter de kans dat en dat jurkje er niet meer is. Waar heb ik trouwens de bon van dat witte shirtje? Het shirtje ligt hier. Die ga ik vast in de tas doen. Maar waar heb ik de bon? Heb ik die slim genoeg in de tas gedaan? Of was ik niet zo slim? Dat is de grote vraag van vandaag. Mag ik heel even 10 punten voor de match van mijn jas en mijn broek? Ja, jas. Ja, het is wel echt een jas, want ik draag hem gewoon als jas. Heel veel mensen zeggen altijd, heb ik niet koud, maar het ding is echt freaking warm. Maar even, de combi, de kleur is echt perfect. Ik ben een beetje trots op mezelf. Ik vind het gewoon jammer dat ik nu niet even een outfitfoto kan maken, want ik heb geen statief bij me.
aangekomen in de H&M. Ik beloof plechtig dat hierna de H&M wekelijkse shoplog echt over is. Want dit wordt een gewoonte die we niet gaan volhouden. Ik heb ook nog eventjes die met lange mouwen gepakt. Want ik dacht, misschien... Ja, even proberen. Ik weet wel, het wordt natuurlijk heel warm, hè, in het feest. Deze heeft een lage rug. Kun je nu zien in die spiegel. Deze is iets korter, heb ik het idee. Wat niet per se een pro is natuurlijk tijdens het werken. Oké, ik heb een paar dingen. Maar, leuk. Ik heb een maat M. Ja, die is wat langer, maar het is moeilijk. Deze? Ja, ik ga even die andere aantrekken. Ik weet het even niet zo goed. Deze, ondanks dat hij volgens mij echt een soort van precies dezelfde pasvorm heeft... Weet ik niet, ik vind het toch mooier. Doet iets meer of zo. En dan kan ik hier gewoon een blazer over aan. En als het dan warm wordt, kan ik hem later uitdoen. Ja, ik vind deze toch leuker. Dus het wordt toch deze. Ik heb ook nog een paar broeken gepakt. Want ik liep langs de sale en ik liep langs een goudkleurige broek die hier zit hangen. Waarvan ik dacht, holy shit, die wil ik even proberen. Maar deze ga ik sowieso meenemen. Liefde voor deze broek, maar niet met mijn figuur. Hier aan de achterkant blijft hij openstaan, terwijl bij de heupen heeft hij weer te weinig ruimte en hij is ook te kort. Wat ik niet zag, wat ik nu zie, nu ik hem aan heb, is dat hij een split heeft. Maar ja, de kleur is fantastisch, de stof, de glans is super mooi. Dit is een maat 40 trouwens, maar het is gewoon niet weggelegd voor mijn figuur. Dus dat is jammer. Wel heel mooi, hij is €26. Echt, echt een hele mooie broek. Deze broek vind ik de kleur echt amazing. Hij zit ook echt mooi. Ik zit alleen te twijfelen of ik hem te kort vind. Ik heb expres mijn schoenen erbij aangetrokken, zodat ik het even goed kan zien. Ik had hem nog leuker gevonden als hij nog langer was. Maar ik vind het niet per se heel erg hoog water. Of vind ik het wel hoog water? Dikke vette twijfel. Ik vind het kleurtje wel echt heel leuk. Ik heb ook nog niet zo'n kleurtje. Nee, ik ga het niet doen. Nee, ik vind hem toch te hoog water. Het is net iets... Nee, het had net even 2 centimeter langer moeten zijn. Ik heb deze al eens eerder aangehad. En nu is die in de sale voor €7. Super leuk. Ik vind het ook een leuk kleurtje. Maar de maat klopt niet. Of tenminste, ik heb deze dus in het beige in een maat 38. En die zit gewoon goed. Maar deze, ik weet niet of je het kan zien, maar die is echt veel te groot. Terwijl die beige heb ik echt wel 2 weken geleden nog aan gehad. Die zat niet zo. Dus ik kan even kijken of ze nog een andere maat 38 hebben hangen. Een leuk kleurtje. Ik dacht, ik gooi het even over een totaal andere boeg. Maar... Hier gebeuren zoveel rare dingen. En hier hangt echt een meter stof. Maar ook aan de achterkant hangt een meter stof. Het is een M. Dus je zou kunnen zeggen... Misschien dat een S beter zit. Maar nou, het is een beetje een zilvergespoten vuilniszak. Dus ik ga de S niet proberen. Maar van een afstandje zag ik hem glitteren. Toen dacht ik ineens... Misschien is dit wel leuk. Nee. Mocht je denken, holy shit, dit is kort. Ja, dat is het ook. Het is dus een broekje. Tenminste, het is een rokje, maar ze hebben er een broekje onder gemaakt. Zo van, ah ja, maar als die dan, dat dan is. Ja, er zit een broekje onder. Ben niet helemaal mee eens. Als die net even 5 centimeter langer was geweest, was het amazing. En jullie vragen je af, waarom pas je al die dingen als je dat andere jurkje leuk vond? Ik weet het niet. Ik heb weer hetzelfde bij dat jurkje als ik de vorige keer had. Ik ga ervan twijfelen. En bij twijfel niet doen, zegt mijn moeder altijd. Dit is een maat 40. Ja, ik weet het niet. Het is gewoon veel te kort. Maar ik vind de kleur heel erg leuk. We hebben dus nog een winkel in Veenendaal. Die is nog niet zo heel, nou ja, oud. Die is vrij nieuw, wilde ik eigenlijk gewoon zeggen. Zoete Mint. En ik heb het gevoel dat ik er even heen moet. Al is dit nog niet het laatste kledingstuk wat nu gaat passen bij de H&M. Ik weet niet wat hier gebeurt. Ik weet niet wat ik in gedachten had. Maar gewoon echt nee. Dit is natuurlijk heel erg cute. Maar er zit wol in. Ik dacht ik probeer het, want ik voel het nu niet. Maar ik kan echt niet tegen wol.
Ja, hij is echt... Ja, hij laat niet goed zien welke kleur die is. Misschien dat je het zo beter ziet. Hij is echt knalknalroze. En ook heel schattig, die hartjes hier. Maar ik moet dit niet doen. Want ik ga hier jeuk van krijgen. Ik voel het ook nu al. Als kat dat ook in mijn hoofd zitten. Nee, maar ik ben echt... Ik kan echt niet tegen wol. Maar mocht je dat wel kunnen, cute. Hij is 26 euro. Oh, jongens, wat een ellende. Nee, het is geen ellende, maar... Oh, ik ben echt veel te lang mee bezig geweest. Veel te lang weg geweest. En ik heb iets gekocht wat ik echt leuk vind. Maar alsnog niet helemaal een soort van... Nou, ik weet niet. Ik had blijkbaar iets in mijn hoofd wat niet helemaal op zijn plek was of zo. Maar zoete mint. Fantastisch. Geweldige winkel. Ik had daar wel 100.000 dingen kunnen kopen. Maar ik merkte ook gewoon dat ik zelf niet lekker... erin zat. Bij alles wat ik aantrok dacht ik, oh, ik vind mijn heupen te groot of hier heb ik niet genoeg boobs voor of ging ik te hard over nadenken. En zij was super lief. Ik heb ook niet gevlogd omdat zij echt vanaf begin tot het einde mij hielp en ze ging allemaal dingen voor me uitzoeken. En normaal vind ik dat echt irritant omdat ik het soort van opdringerig vind, maar zij was echt lief. Ook al toen ik binnenkwam, toen zei ze, wat ziet er leuk uit. Nou ja, en dat op een dag waarin ik mezelf niet zo leuk vind. Ja, 10 punten. En er was dus een groen pak. En dat had ik aan. Maar ja, ik vond gewoon echt dat hij me breed maakte. Ik voelde me gewoon niet comfortabel erin. Maar ik vond wel de top. En ik vond de kleur, even voorstellen, een broek ook in deze kleur. Ik vond het amazing. Maar ik voelde me gewoon niet zelfverzekerd erin. En toen dacht ik, oké, maar dat is wel belangrijk voor kerst. Dus ik zei, ik ga sowieso de top meenemen. Omdat ik de kleur heel leuk vind. En ik sta toch achter de bar. Dus zelfs al doe ik er een gewone zwarte broek bij aan. Is het al super feestelijk. En de kleur staat me ook heel mooi. Dus deze was 20 euro. Ze hebben dus standaard 20% korting in die winkel. Maar dat dacht ik later pas aan. Want ik moest wel... Gewoon 20 euro afrekenen wat hij ook is. Dat ik dacht, maar er stond 20% korting altijd. Maar er zal vast wel een voorwaarde aan vastzitten. En 20 euro vind ik ook niet duur. Vind het leuke top. Maar die matching broek was wel echt amazing. Maar nou ja, het was niet voor mij. Ik ga snel achter de laptop, want ik moet nog het een en ander voor de video van morgen afmaken. En ik moet nog een aantal mailtjes de deur uit doen. En het wordt gewoon alweer donker. Ik ben veel te lang in het centrum geweest. Maar ik ben blij dat ik nu iets gevonden heb. En ik kreeg ook die 13 euro van het shirtje van de H&M terug natuurlijk. Want daar heb ik uiteindelijk niks gekocht. Dus eigenlijk was die maar 7 euro. Terwijl ik wacht tot mijn sneebonen gekookt zijn. Mijn kookkunsten vielen weer zwaar tegen vanavond. Want de kipburger heb ik al op. Want die was heel snel klaar. Maar mijn bonen zijn nog niet gekookt. Maar... ik kreeg zoveel reacties op de eerste Tinder ervaring. En jullie vonden het helemaal leuk en jullie wilden allemaal meer. En ik kreeg dus de tip om in plaats van Tinder over te stappen naar Bumble. En ik ben een beroerdste niet. Dus ik heb Bumble gedownload. Ik moet heel eerlijk zeggen, volgens mij afgelopen zondag. En in eerste instantie, ik snapte het niet helemaal. Ik had ook niet helemaal erop ingelezen. Ik opende de app en ik dacht echt... Godverdikke me. Niet normaal. Er zitten daar een partij knappe mannen op. Het is echt... Nou, ik keek mijn ogen uit. Het was echt genieten. Ik kan eerlijk zeggen. Dus ik ook gewoon lekker naar rechts swipen. Ga met die banaan. Nou, en er kwam af en toe een match uit. Het duurde even, want ik was natuurlijk nieuw op de app. Dus ja, mannen moeten mij ook eerst liken. Maar op een gegeven moment gedurende de dag kreeg ik steeds meer matches... Alleen, ik had niet door dat op Bumble is het zo dat je als vrouw als eerste moet gaan praten. Als jij niet praat, dan komt er geen gesprek. Zij kunnen niet praten. En toen ineens voelde ik zo'n druk op mijn schouders, omdat ik dus ineens iets origineels en iets leuks moest zeggen. En dat ik dacht, holy shit. Ja, maar ja, je wil ook niet zo'n standaard gesprek. Of ja, hoi is ook zo hoi. Nou, en dan hebben ze wel de optie dat je een soort van vraagsticker kan sturen. Dat je die alle twee kan beantwoorden. Maar ook dat vond ik niet in alle gevallen echt een leuke vraagsticker. Dus op een gegeven moment ben ik maar gewoon hoi gaan zeggen. Want ik dacht, ja, weet ik veel. De druk was te hoog, maar ik wilde toch een paar gesprekken starten. Dus ik ben gewoon begonnen met hoi. En uiteindelijk, nu 3 dagen verder, 2 dagen verder, 2 dagen verder... op het begin kwam het niet echt lekker uit. Ik heb er ook trouwens voor gekozen om het anders aan te pakken dan bij Tinder. Het is namelijk, vloggen is nogal een ding.
dit is niet het eerste waar je over begint. Dit is niet het eerste wat je deelt. Ik denk al helemaal niet met daten. Omdat het, ja, het is natuurlijk best wel apart. En nu dacht ik, bij Tinder heb ik het gewoon helemaal niet erin gezet. En als iemand dan vraagt wat ik voor werk doe, dan zeg ik altijd social media manager. Om er een beetje omheen te draaien. En als het gesprek dan beter is en meer gezegd wordt, dan op een gegeven moment, dan zeg ik het natuurlijk wel. Maar nu dacht ik, ik ga het helemaal anders aanpakken. Want weet je wat het ook is? Dit is wel mijn leven. En dit is wel wat je erbij krijgt. En als je als man daar gelijk in 3 seconden op afknapt, ja, beter. Want waarom zouden we dan überhaupt een gesprek beginnen? Dus ik heb het nu in mijn bio gezet. Ik heb in mijn Bumble bio gezet. Hij heeft een bachelor journalistiek afgerond, maar vindt vloggen leuker. En nog wel ook wel iets anders. Vinden jullie dit leuk om te zien? Oké, okay. Daar gaan we. Ik ga het aan jullie voorlezen. Waar vind ik mezelf ook weer? Ik ben nog niet. Moet ik hierop drukken? Ja. Dit is het. Ik zal even een schermopname maken en die dan in beeld zetten. Haalde mijn bachelor journalistiek, maar vindt vloggen leuker. Soms iets te aanwezig, maar eigenlijk altijd vrolijk. Ik hou te veel van eten, maar gelukkig ook van zwemmen. Nou, en dan nog wat dingen. Je kan dus aangeven of je op zoek bent naar een relatie, of je kinderen wil, of je kinderen hebt, waar je van houdt, wat foto's, de perfecte eerste date, bowling game hall, trampolinepark. Nou ja. Mijn hart verover je het snelst met een Big Mac menu. Mijn meest nutteloos talent is veel te hard nadenken. Nou, best wel leuk toch? Nou, en uiteraard een paar foto's waar ik zelf van vind dat ik er goed op sta. Dit wordt alweer zo'n lang verhaal en dan heb ik het nog niet eens gehad over de gesprekken. Er zijn 3 gesprekken uitgekomen, waarvan er nog 2 lopen. De eerste die vrij snel over was, was echt een leuke jongen. Het gesprek ging soepel, maar in eerste instantie vroeg hij echt gewoon gelijk letterlijk, ik denk na een half uur. Maar kun je volgende week afspreken? En toen dacht ik, ho even. Ik zeg, ho even. Ik zeg, jij valt meteen met de deur in huis. Ik zeg, ik weet nog helemaal niet of wij een goed gesprek kunnen voeren. Of nee, ik zeg, of wij elkaar wel iets te zeggen hebben. Toen zei hij, ja, ik ben niet van de weken appen. Dat vind ik niet zo leuk. Ik zie je liever in het echt. Dus ik zei, nou, volgens mij zit er tussen weken appen en 1 seconde ook nog wel een verschil. Zei hij, daar heb je gelijk in. Maar dit gaat dus te snel voor je. Ik zeg, ja. Ik zeg, vertel eens iets meer over jezelf. Nou, en het grappige was dat toen hij wat meer over zichzelf vertelde, ik er heel snel achter kwam dat wij totaal andere interesses hebben. Hij is echt zo iemand die van backpacken houdt, die heel erg gefocust is op ambitie en grote dingen wil doen in het leven. Iemand die heel erg van natuur en van kamperen houdt. Ik dacht, nee. Ik vind op vakantie gaan heel leuk, maar ik ben geen wereldreiziger. Ik wil heel graag delen van de wereld zien, maar ik wil na 2 weken gewoon weer lekker naar mijn eigen huis. Dus als jij tegen mij zegt, zullen we een jaar gaan backpacken, dan denk ik echt, alsjeblieft niet. Ik zit veel liever in een luxe hotel dan op de camping. En alhoewel ik ook heel graag wil dat we een mooie plek hebben om te leven. Zijn grootste ambitie was iets achterlaten in deze wereld waarvoor hij altijd herinnerd zou worden. Heb ik niet. Momenteel is mijn grootste ambitie de liefde van mijn leven vinden en een gezin starten. Veel, nou ja, misschien dichter bij huis. Dus ik dacht, wij matchen helemaal niet. Dus dat gesprek was ook best wel. Nee, ik heb ook eerlijk gezegd van, denk niet dat er echt een match in zit. En ik geloof dat hij dat ook dacht. Dus dat was best wel snel over. We hebben 2 gesprekken die nog lopen. 1 met een jongen die woont in Ede, maar heeft heel lang in Veenendaal gewoond. En je gelooft het niet. Hij zei dus van, wat doe je voor werk? Oh ja, vloggen, ja, dat heb ik wel gezien. En ik zeg, ja, ik werk in het weekend ook nog in de kroeg. Toen zei hij, in welke kroeg dan? Dus ik zeg, het feest. Hij zegt, hou op. Daar was ik afgelopen zaterdag. Ik zeg, nou, daar was ik ook. Ik was aan het werk. Nou ja, we hebben elkaar niet gezien. Of we kunnen elkaar in ieder geval niet herinneren. Wat niet zo gek is, want we zijn pas sinds zondag een match natuurlijk. Ik denk dat als ik hem nu zou zien, dat ik hem wel zou herkennen. Is altijd vanaf foto's natuurlijk een klein risico. Maar hij zei, nou dan moet ik zaterdag maar weer naar het feest. Dus wie weet, komt hij zaterdag wel echt.
Hij zei dat hij eigenlijk over het algemeen naar thuis ging. Nou, dat is natuurlijk de grote concurrent, dus kan niet goedkeuren. Maar leuk gesprek. Niet heel veel gepraat, maar gewoon een beetje basic. En het is nog steeds wel bezig. En dan hebben we er nog eentje. En daar heb ik gisteravond heel lang mee gepraat. En dat was echt zelfde humor en gelijk een soort vanzelfde energie en van elkaar afspringen. En we gingen een lol trappen over, hij heeft donderdag een kerstborrel. Hij zei van, ga je mee, dan wordt het tenminste nog leuk. Ik zeg, lijkt me helemaal geweldig. Ik zeg, gaan we iedereen bezatten en dan gaan we ze allemaal aan elkaar koppelen. Nou ja, zo zaten we een beetje grapjes te maken. Ik denk niet dat het serieus was of ik echt meega naar de kerstborrel donderdag. Zowel, oeps. Nee, maar dat gesprek is nog steeds gaande. Maar dat is zeg maar, dat was gisteravond en nu begint hij dus weer met praten. Omdat hij de hele dag gewoon gewerkt heeft en druk is geweest. En nu zei hij, het eerste wat hij zei, even kijken hoor, is... Iedereen wacht met smart op je aankomende donderdag. Nou, dat is toch een leuke opening. Dus ik zei, nou wat goed nieuws. Nu weet ik nog steeds niet of het een grap is of dat het echt waar is. Ik zeg, ik heb me al in maanden niet zo welkom gevoeld. Nou ja, en hij had een tentamen, dus ik vroeg hoe zijn tentamen was. Nou, gewoon een heel makkelijk gesprek wat niet mega basic is of zo. Weet je wel, zo van, wat doe je in het dagelijks leven? Blablabla. Maar dit is denk ik wel de eerste keer dat ik twee gesprekken heb waarvan ik denk... Oh, dit gaat makkelijk. Die andere is misschien iets meer basic. Deze, die laatste, is eigenlijk leuker, is grappiger. Maar het is Bumble. Absoluut tot nu toe een voorkeur tegenoverstelling van Tinder. Zullen we even kijken van deze jongen? Even iets meer informatie voor jullie. 29 jaar, Vrije Universiteit Amsterdam, 1,85 meter, gaat vaak naar de sportschool, is een gezelligheidsdrinker, rookt nooit, op zoek naar een relatie en wil ooit kinderen. Zijn interesses zijn fitness, misdaad, series/movies, gevoel voor humor. Het meest nutteloos talent, niet weet hoe je deze vraag wegkrijgt. Er staan inderdaad van die rare vragen. En hij komt uit Amersfoort. Dus, leuk. Nou ja, je moet er alsjeblieft, ga er niet te veel achter zoeken, want ik heb deze jongen echt 3 seconden gesproken. Maar jullie vonden dit grappig. En dit waren mijn Bumble-ervaringen in 10 minuten. Zullen we hier een wekelijks dingetje van maken? De wekelijkse date-update. Deze vrouw gaat een dubbele dosis zwemmen doen. Eerst met Emmee en dan met mijn mama. Want het is dinsdag en dan gaan we warm water zwemmen. Afgelopen zondag ben ik dus ook met mijn moeder geweest, want vorige week dinsdag kon ze niet. En zei, nee, ik wil niet dat ik een week niet ga. Dus toen zijn we op zondag geweest. Oh, dit is natuurlijk mijn zwemtas. Deze even ophangen. Oh, dit gaat niet helemaal. Dit gaat niet soepel. Dat is leuk. Mijn moeder zei, ja, ze ging soms zo hard, het moeite had om bij te houden. Zei ik, oh, ik zeg sorry. Ik zal het best doen, iets rustiger aan te doen. Maar... Ik zat ook zo op de praatstoel. Waar heb ik mijn tasjeshouder? Wat zit hierin? Mijn pyjama. Dat is mooi. Oké, jongens, ik ga mijn spullen pakken en aan de swim. Nou, jongens, dit raad je niet. Wij stonden met ons goede gedrag bij het zwembad. Had het zwembad dus een speciale kerstworkout. En daar had ik wel iets over gezien op het grote beeldscherm. Maar ja, er stond niet bij dat verder de rest zeg maar niet doorging. Maar het is zo'n uitgebreide kerstworkout dat de rest ook gewoon dicht was. Alle baden werden daarvoor gebruikt. Dus ja, ze zei, ja, jullie kunnen wel meedoen. Maar en wij zeiden, nou is niet helemaal wat we in gedachten hadden. En Emmee moest dan sowieso gewoon betalen. Want die heeft zeg maar het zwemmen bij haar sportschoolabonnement in zitten. Want naast het zwemmen zit ook een sportschool. En die hebben daar zeg maar gewoon zo'n... overeenkomst dat bij je. Wat zie ik eruit? Bij. Sorry, afgeleid door mezelf. Bij je sport in kan. Maar het hoort zeg maar niet echt bij elkaar. En ik heb echt een zwemabonnement. All in, dus met alles. En. Toen stonden we daar en dachten we, ja, wat gaan we nou doen? Gaan we nou doen? Toen zei me ineens: zullen we ons gewoon erin rijden? Dan zijn we naar Renen gereden. Toen hebben we daar gezwommen. In echt het oudste zwembad wat ik volgens mij ooit in mijn leven heb gezien. Het was echt. En het water was ook vies. Het was echt een beetje, ja, bijna zoutig. En een vieze smaak.
Ik werd er heel naar van. Iedere keer als ze een beetje in mijn mond kwam, dan dacht ik echt... Nee, nee, dat was het niet. Nee, ik ben heel blij met mijn Veenendaal zwembadje. Morgen is het gewoon weer normaal. Ze zijn het eerste, tweede, oudjaars- en nieuwjaarsdag dicht. Dus ook maar heel weinig. Maar we hebben toch een uur volgemaakt in het zwembad van Renen. Ik ga mijn tanden poetsen en dan ga ik lekker slapen. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie je weer bij de volgende video.